Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Lekker thuis. Thuis? Lekker thuis, jongens. Tweetjes. Ik verwacht een rustige jaarwisseling. Ik ga lekker thuis oliebollen bakken met mijn dochtertje. Er is niet veel te doen, maar we proberen toch ons best te doen. We hebben boodschappen gedaan. We gaan samen koken en er zijn twee vrienden die overkomen bij ons thuis. En we gaan proberen het best van te maken. Rustig thuis, met z'n tweeën. Ik ben helemaal alleen thuis en dat vind ik heerlijk. Wat verwacht u van de jaarwisseling? Ik verwacht wel een hoop onregelmatigheden. Daar ben ik wel heel erg bang voor van die jeugd. Dat zou ik wel heel erg jammer vinden hoor, daar gaat het niet om, maar ik ben er wel bang voor. We zullen het zien vanavond. Je weet hoe de jeugd is, die doen het toch. Dus ik ben benieuwd. Dus we gaan het zien. En we gaan gewoon rustig het nieuwe jaar in en hopen dat we wat minder regels krijgen. 9 januari. Nou, ik kijk heel positief uit naar het volgende jaar. Het kan ook niet slechter worden, denk ik. Dus ik heb wat goede nieuws die mijn richting aankomt. School en mijn werk ook. Dus ik ben positief. Slechter kan het niet zijn, denk ik.